We zijn eindelijk weer thuis en het is 18 minuten over 18, oftewel 18 minuten over 6. De stoel die staat een beetje raar, maar ik heb de rollator even moeten halen naar de schuur toe, omdat ik wat zwaars had gekocht voor een Frodo. Ja, 10 kilo, maar dat kan ik dus echt niet versjouwen, hè?
Nee, dus ik denk met een rollator maar. En ik moet er zo meteen even een foto van maken. En even naar Karin vragen van heb jij ook nog even weer een foto voor je moeder? Voor een dat zak honden voor wat jij hebt. En dan wil ik van haar weten wat daarin zit. Ja, ik moest van haar moest ik andere voeding halen. Daar en daar heb ik gedaan. En verdorie, het zit hetzelfde in. Rijst en lam. Ja, had ik al. Dus ja, wat anders. En ik baal van mijn vloer, hè. Voordat ik daar iemand voor had die daar een oplossing voor wist. Voor dat stukje. Maar ja. Ik ga aan de koffie. En ik ga aan het eten. Enzovoort. En we zien wat we de avond ontbrengen zal. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Verlaten natuurlijk wel trusten, slaap lekker met mooie dromen. Ik vlog vandaag ook verder niet meer met deze camera. Ik ben moe, ik ben zat. Ik heb nog twee filmpjes op deze en de GoPro die staat vol. Dus ja, genoeg weer om een filmpje van te maken. Misschien ook wel twee. Ja toch? Je weet me nooit. Ik ben ook nog bij Meri geweest. Jullie krijgen allemaal de groeten van Meri. Want ik ben kwaad geweest op iemand. Ik weet niet of jullie die vrouw krijgen te zien op de vlog. Want dat was ooit in ieder geval mijn huishoudelijke hulp geweest. En die vond carnaval vieren belangrijker dan mij uit Alkmaar ophalen. Net een half uurtje na het overlijden van mijn man. Vond ze niet belangrijk genoeg. Carnaval vieren in Den Bosch was belangrijker. Maar ja, moet iedereen voor zichzelf weten. Ik ben in ieder geval thuisgekomen, maar niet dankzij haar. Maar oké, lieve vrienden, geniet van het leven. En, want het duurt maar even. Ja, zo is het maar net. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.